Breda Nu. Een prachtig boekwerk met indrukwekkende verhalen over vrijwilligers en hun werk in onze mooie stad. Dat is Goed Volk. Het Chassé Theater was decor voor onze spectaculaire onthulling. Burgemeester Paul de Pla had de eer het eerste exemplaar te mogen tonen. We hebben er maanden aan gewerkt. En gisteren is die pas afgeleverd. En tot vorige week wisten wij helemaal niet of dit event wel door zou kunnen gaan. Maar hier zitten we. Bij de lancering van ons nieuwe magazine Goed Volk, meedoen en doorgaan. En als burgemeester van Breda ontmoet ik heel veel helden. Heel veel verschillende soorten helden. Want in een stad als Breda, waar we allemaal anders zijn, waar samen de stad vormen, samen de dorpen en de wijken vormen, kom je heel veel verschillende helden tegen. Iemand die iets voor een ander betekent en op die manier een heldendaad verricht. Soms iets kleins, soms iets groots. Iemand die iets betekent voor de samenleving. Hier staat dus daadwerkelijk het Goed Volk. Hier hebt u het eerste exemplaar. Hier ziet u het eerste exemplaar. En dit is eigenlijk volgens mij een prachtig exemplaar geworden met heel veel mooie verhalen. Wat ik mooi vind hieraan is dat het echt, zoals ik zei, alle kanten belicht. Je leest hoeveel plezier mensen hier in het vrijwilligerswerk hebben. Je leest dat mensen zeggen, vrijwilligerswerk, ik help gewoon andere mensen. Ik hoef die titel niet. Je leest ook steeds dat mensen zeggen, joh, bedank mij niet, doe gewoon zelf ook wat voor anderen. Dan helpen we elkaar en dan komen we er allemaal beter uit. U staat ook in het magazine Goed Volk. Waarom bent u daarin gekomen? Met welk verhaal? Ik ben de consulente van Addy. En ik koppel als consulente van de VPTZ de vrijwilligers aan de mantelzorgers. Addy is een van onze vrijwilligers die de mantelzorgers ondersteunt. En dat vind ik gewoon heel leuk om dan die koppeling te maken. De vrijwilligers zijn er gewoon om te zorgen dat de mantelzorger eventjes op de gemakje een boodschapje kan gaan doen. Of desnoods even uitgebreid gaan douchen, wat ze vaak niet kunnen. Of gewoon in de tuin aan het werk, even voor hunzelf gewoon, een paar uurtjes. En om te zorgen dat ze niet hoeven te haasten. Je krijgt zo ontzettend veel warmte terug gewoon. Eventjes dat ze zeggen, wat fijn dat u er was. We konden nu op ons gemakje even samen naar de stad met mijn dochter of iets dergelijks, zegt mevrouw dan. En dan denk ik, dat mogen wij dan doen. En dat is fijn. Ja. Met zoveel goed volk is het heel erg prettig om in een goede stad te mogen leven. Dank je wel. Breda Nu.